Hallo, welkom bij WanteTV. TV. Bent u een taxichauffeur, vrachtwagenchauffeur of buschauffeur, dan gelden er voor u strengere regels in het verkeer qua alcohol. Normaal gezien is de limiet 0,5 Promille. Dat komt overeen met 2 à 3 consumpties alcohol. Maar voor taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs of buschauffeurs is de limiet 0,2 Promille. Dat komt overeen met slechts 1 consumptie. U moet dus zeer goed opletten bij het nutten van alcohol tijdens de uitoefening van uw job. Maar dan moet u uiteraard goed weten wat de uitoefening van uw job juist is. Bij vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs is het altijd het geval als u effectief een vrachtwagen of een bus bestuurt. Zelfs al is deze leeg, dan nog valt u onder de strengere regels. Bij een taxichauffeur is het niet zo. Enkel wanneer u beroepsmatig personen vervoert, valt u onder de strengere regels. Is uw taxi leeg, dan valt u dus niet onder de strengere regels. Zo, ik was Fensel Glas. Als u hierover meer vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.